E Ja, mensen, mensen, mensen. Hier zijn we dan direct in de keuken van Ilco Cuisine. Vandaag kom ik niet met mijn kop op TV, want mijn haar ligt nog niet goed. Ik zit juist uit een douche, mijn ogen zien nog groot van de shampoo dat er is ingevallen. En vandaag gaan we -e eten maken. Ik heb niet veel tijd, ik dacht dat buiten te doen, maar het zal binnen te deun zijn. Goed, -e eten. Wat hebben we daarvoor nodig? Twee goeie sausjes, Dolce Vitas van derendonk. Twee eieren, een hoop tomaten, een dingetje, een jalapeno in stukjes gesneden, naar in schijven gesneden. Boter, twee patatjes van een barbecue van gisteren, hot salt, premier cru van Ilkok Cuisine en dan nog kees en minsen, kees van Oudbrugge, fijn in blokjes gesneden. Dat gaan we even aan de kant zetten. Ze. En we gaan dat potteken hier, die, die kastrol opwarmen en die klomboter daarin kappen. En dat gaan we laten smelten. Dus we moeten even wachten. Dus we trekken een flesje wijn op. Ah nee, ik moet nog rijden. Dus ik trek juist niks open buiten een flesje spabruis. Terwijl dat die boter smelt, denk ik je kan En Jelle denkt aan mij. En je zegt, tja, ik ben nog niet geabonneerd, dus je doet dat nu. En ondertussen smelt die boter, dus je hebt al een tijd. Goed, een beetje olijfolie gaan we daar ook in doen. Nu dat we allemaal goede vriendjes zijn en geabonneerd, is het tijd voor aan de najaan te denken. We gaan eerst beginnen met de najaan. Want elke cowboy weet hè, dat als je op de prairie rondloopt, dat je ajuin in je pens moet duwen. Morgens. Dus we gaan eerst die najaan aanstorven, inringen. En dat gaat wat tijd nodig hebben. Hè. Een minuut of 10, 12, misschien 15 minuten, dat valt te zien hoe het dat uw vuur staat. Dus ik leg die daarin en ik laat die een paar minuten gaan, en na een minuut of drie. Zonder om te draaien, zonder aan te komen, is tijd voor een keer naar die andere kant te gaan piepen. Hè. Je neemt uw favoriet gitaarlepelke en uw favoriet sublepelke. En je draait dat om en je ziet, oké, okay, dat begint al schoon aan te kleuren. En de volgende, ja, die valt het een beetje uiteen, dat kan geen kwaad. En zo doet al die jankjes af. Hè. Een cowboy moet tijd nemen, smorgens, voor zijn eten te prepareren. Want die gaat heel dag het moeten werken: hè, dat die koeien vangen en, 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 en dat die Indianen zien dat ze niet worden aangevallen en zo. Dus dus je moet die najuin goed Het Neem maar even tijd dat je rustig wakker wordt. Want met een slaapkop de prairie op, dat gaat niet gaan mensen. Dus je draait je om, je laat er nog even een paar minuten gaan. Oké. Okay. Veel onder jullie zullen zich afvragen Mijn herken van ik Waarom maak jij nu kooibooi eten? Wel, ik maak kooibooi eten Omdat het al tien uur is Het is te laat voor het ontbijt, het is te vroeg voor de lunch Het is een beetje een brunch En ik weet niet of ik veel kan kunnen eten vandaag Dus ik moet goed Goed gevoed zijn Want ik heb afspraken met, met, met heel toffe mensen hè. We gaan uh, een keer zien Of we wat projectjes kunnen doen in de toekomst Maar later meer daarover Kooibooi eten, dat vult gewoon een een sausje, een tomaatje, al die een bazaar dat daarin zit, dat gaat goed, dat gaat mij energie geven voor heel de dag. Maar goed, we zooien die ajunders. En ene keer, als die ajunders gezooid zijn, dan moet je die apart leggen. Je legt die gewoon apart op een bord dat die even kunnen rusten. Rustende ajuin is goed voor de cowboy, dat weet allemaal. Nu dat we terug een lege fonte hebben, moeten we die direct terugvullen met die patatten. Want een cowboy die een haat lege fonte dat weet we ook allemaal. Dus die patatjes die zijn gegaard, dat waren barbecue patatjes van gisteren. Dat zijn gewoon patatten in de schil, dat je een folie van de aluminium op en dan een uur een op de barbecue legt. En na een uur zijn die super gaar en die laten dan helemaal afkolen. En de volgende dag pellen die. En dan snijden die in stukjes en dan bak die aan in je cowboypan. Ja, cowboy. Dam, dam Maar goed, dan mensen op de prairie die moeten het werken en dat is vanaf het ontbijt, hè, want die patatjes die gaan hun eigen niet omdraaien. Dus af en toe pakte jij je gitaarlepelke en je favoriete soeplepelke en je draait al die patatjes om en je kleurt die aan aan alle kanten. Aan alle kanten moeten die schoonbruin zijn en van binnen moeten het warm zijn. Een warme patat is, 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 ja, dat is een warme patat en dat is goed voor de cowboy. Dus, ene keer als die patatjes schoon bruin zijn en goed warm, dan kapte daar de nayander terug bij. En je stuft dat allemaal op het gemak, even aan. Dat is die, ja, die smaken moeten elkaar leren kennen. Hè? Het grote, grote cowboyfeest in de pan van de fond. Dat, dat is heel belangrijk, we gaan dat proeven. Eén keer, als het allemaal goed is, dan gaan we terug alles van de één eh, de kastrol naar het bord smijten, mensen. Ja, ik weet, het is veel meten, maar cowboys moeten jongleren. Die moeten met lasso smijten, die moeten van alles doen die moeten scherp blijven en dat is een heel goede vaardigheid om met lasso's te leren smijten hè, jongleren meten. Allemaal weten, zelfs de indianen. Eén keer als we terug een leeg volle kooi kastrollen hebben, dan moeten we dat weer zo snel mogelijk vullen hè? En met wat gaan we dan nu vullen? Wel met dat worstje van dierendong, de Dolce Vita. Dat is een getomateerd worstje met velken en zo, heel lekker. En ik heb dat velken eraf getrokken en nu maken we daar zo van die kleine um, romantische balkjes van. Allee romantisch. Uh, je doet dat in stukjes. En je doet dat gelijk naar een echte cowboy. Smet dat dan in die pan. Met, met enige stoerheid. Hè? Voor, voor de Indiaanse gekante jaren. Goed. Eén keer als dat erin zit, gaan we dat ook aan alle kanten bruin bakken. Een bruin gebakken worstje is altijd het beste. Je ziet mensen, cowboy eten, dat moet niet altijd moeilijk zijn. Hè? Die, die gingen ook niet altijd drie sterren maaltijden prepareren. Hè? Eén pan, van alles erin. Af en toe een keer warrelen met dat pannetje. Dat alles gewoon bruin kleurt. En je ogen ontvuren. We ogen aan het vuur en aan de prairie denken en de koeien. Maar goed, we bakken dat aan aan alle kanten. We jongleren weer heel goed voor de lasso vaardigheden te trainen. En ondertussen is alles schoon brein gebakken en we mogen dat weer allemaal. Overhevelen naar het bord. Ik ga even die kastroel nu gaan kussen, want die gezien is wet aangeblakerd van van alles. En als we daar een tomat gaan inzooien, is dat geen goede. Dus even naar de pombak daarmee, schoon op afgewassen. Je ziet, het is nog een beetje nat. terug dat vuurvolle charge en dan smetten we daar olijfolie in. En na die olijfolie moeten we het tomatje vangen. Het tomatje dat komt van de witte beek. En we hebben dat schoon gewassen. Een biologisch tomatje gaan we daarin snijden. Ik heb die tomatjes in vier gedeeld. En dat zijn ongeveer een vijftal tomaatjes. Niet te groot, niet te klein. Juist goed voor een cowboy mondje. He? Je smet dat er allemaal in. En je laat dat een keer even goed gaan op een heet vuur. En het is nu niet dat we die tomatjes helemaal gaan platkoken. koken. He? Gewoon even laten gaan dat die wat hitte krijgen. Maar nog textuur hebben. Nu is het heel belangrijk dat we die jalapeño daarin smijten. Ik heb die zaden eruit gehaald, want zaden dat is voor vogels en ik ben geen vogel, ik ben een wannabe cowboy. Dus zonder zaden voor mij. Je laat dat even gaan, gelijk dat ik hem gezegd, dat moet niet plat gekookt worden. Dat moet gewoon een beetje, een beetje ja, een beetje -feu krijgen, gelijk dat ze zeggen. Dat moet nog een beetje textuur hebben, maar dat moet warm van binnen worden. Eén keer als dat feest warm van binnen is en al die tomatjes en zo, hè, hè, wat, wat hitte gaat, dan gaan we weer verder met de volgende stap. Hè. En die volgende stap is allereerst de pan vrijmaken dat we leeg pannen kunnen hebben, maar we laten dan niet te lang deeg, of al die cowboys die we de dus zot en we vangen eieren, want elke cowboy weet dat kippen heel graag achter de paarden liepen. En als dank dat die achter de paarden mochten lopen, legde die eieren en die cowboys die bakten dat eiken dan in een leeg pannenke, Want de pannenke mag niet te lang leeg zijn, want anders worden de cowboys zot. Maar goed, je bakt dat dan, je smet twee eieren in die pan en je laat dat even goed gaan. Nu gaat de pijzen, jong, jong, jong dat gaat plekken, wel we zullen zien. Kan zijn dat dat plekt, kan ook zijn dat dat niet plekt. Maar wat ga ik nu doen om dat niet te doen plekken, of zo weinig mogelijk te doen plekken? Ik pak een bekken water. Gewoon water uit het kraantje, uit het het cowboykraantje. Je kapt dat erbij, dat gaat beginnen brubbelen. Je zet daar een deksel op en je zet dat vuur af en je laat dat twee minuten gaan. Na twee minuten ga je een keer koekelen, hè? Dan gaat je zien... Ola, dat is bijna gereed en je gaat zo een speciaal spadelje pakken. Een anti slip spadelke, een anti slip cowboy spadelje. Maar ik koop dus een anti slip cowboy spadelje wel op anti .nl. Ja, sorry, ik kan al niet meer klappen van al die spatelkes. Spatelke, spatelke, spatelke. Goed. Um, ja, dat is losgemaakt en uh, ik weet niet waarom dat ik dat nu doe, maar ja, dat Texel daar terug op. Nee, ik ga, uh, ik ga dat eiken nice eens eens opleggen, want de rest van die melange daar in dat bord, dat moet nog even hitten krijgen. En we moeten die in kaas nog smelten. Dus dat eiken, dat mag uit dat pannetje, uit dat cowboy pannetje, cowboy eiken, uit cowboy Nu, hopla, en helemaal om zeep lumpen, cowboy, man, 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 man. Je ziet, het pannetje is leeg, dus we moeten oppassen voor de lege pannetjes, cowboypollies. Dus we kappen daar vroeg al de rest in. En we geven dat wat vuur. Goeie het vuur. En dan doen we die old Bruce kaas erbij. Dat heb ik in blokjes heb gesneden. En we gaan dan een keer goed doorheen roeren, dat die in de kaas wat kan smelten. En dat allemaal, ja, allemaal een beetje hitte krijgt. En je ziet dat gaan, hè? dat is dat het. Hè? En een keer als dat warmte heeft gekregen, dan gaan we daar heel kok weer zien. Hot salt, premier keuken toevoegen, mensen, dat is het liefste van een cowboy Fred, een beetje spicy hotsoot, echt waar. En als je het niet gelooft, vraag maar aan die Neane, die gaan dat zeker bevestigen. Je laat dat gaan, dat krijgt hitte, en dan gaan we nog een beetje hotsoos nemen, een lekker fleske hotsoos van Hilco Cuisine. en we, we kappen daar wat hotsoos op, want echte cowboys die houden van hotsoos. Allemaal weet dat. Goed. We gaan voets. Wat gaan we nu nog doen? We gaan nog een keer roeren. We zetten dat furriken af. Want alles heeft goed warm gekregen. En we kappen dat eiken erop. We gaan alles doorheen mingelen. En dan gaan we een keer goed een stukje daarvan fretten. Dat we hele dag goed kunnen vergaderen. Mensen. Ik had jullie graag bedankt voor het passeren. Voor naar mijn zevenen te letten. En ik weet, echt koboy eten. Hadden bonen nog moeten hebben. Maar ja, ik had geen bonen in de, in, de, in de zak van mijn paard zitten. Dus ik heb het zonder bonen gedaan. Nee. Goed, mensen. Merci. Tot volgende keer. Volgende week. Au revoir. Zien to de Doki. I.H. Pang Pang. Boy. We love you. Bye bye.